Hi, ik ben Erik. Wie was de allereerste hacker? Wie was de bekendste hacker en welke hack zullen we nooit meer vergeten? Daarnaast heb ik vandaag 3 laptops voor je die jouw veiligheid helpen te verbeteren. En deze video maken we dan ook in samenwerking met MSI. Ja, het is lastig om te bepalen wie nou echt de allereerste hacker was. Maar in de jaren 70 was er een computerprogrammeur en die noemde zichzelf Captain Crunch. En die had voor zijn hack niet meer nodig dan een heel klein fluitje. En het fluitje kwam uit een ontbijtgranendoos en het creëerde precies de juiste toon. Telefooncentrales in die tijd hadden die toon namelijk nodig om mensen door te kunnen verbinden. En via dat fluitje kon hij dat dus. Hele goede hack. En het schijnt zelfs dat hij president Nixon nog aan de telefoon heeft gehad. Klinkt als een fluitje van een cent. MSI is voornamelijk bekend vanwege gaming desktops en laptops. Maar met deze 3 laptops zijn ze eigenlijk een hele andere weg ingeslagen. Namelijk het bedienen van de zakelijke markt. En daarbij ligt de focus op veiligheid. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Ja, en dit zijn dan die 3 laptops van MSI. We hebben hier de Modern 14 C12M. De Prestige 14 Evo. En de Summit E16 Flip Evo. En je ziet het misschien niet aan de buitenkant van deze laptops, maar ze hebben iets heel bijzonders. Een keurmerk, een MEL STD 810G keurmerk. En dat is eigenlijk een militaire graad voor apparaten. Kijk, in dat soort werk moet je apparaat natuurlijk wel tegen een stootje kunnen. Nou, deze apparaten kunnen dat. Ze worden namelijk getest op extreme temperaturen, zowel heel heet als heel koud. Extreme temperatuurwisselingen, regen en valschade. Dus het weer kan deze laptop sowieso niet hacken. En dan de bekendste hackers aller tijden. Anonymous. Je kent ze wel van het ene masker. Opgericht in 2003 en al lijkt dat nog niet zo heel erg lang geleden, als ik je dan vertel dat Facebook is opgericht in 2004, voelt dat opeens als een eeuwigheid. Het zijn een groep anonieme hackers die van over heel de wereld opereren en het zijn zogeheten hacktivisten. Bekend geworden met hun aanval op de Scientology-kerk. Waarom? Ze vonden namelijk dat die aan internetcensuur deden en ze vonden de belastingvrije status van de kerk ook niet zo'n goed idee. Ja, en daarop volgden verschillende aanvallen op de kerk, waaronder zwarte faxen, internetcalls, pizzabezorgingen, DDoS-aanvallen en verschillende media-uitingen waarbij ze hun YouTube-video's, waarbij ze negatief over de kerk waren, zo hoog mogelijk in Google probeerden te plaatsen. Maar dat is niet het enige. Ook Sony kreeg een veeg uit de pan. Er was namelijk iemand die software had ontwikkeld waardoor mensen eigen software op hun PlayStation konden zetten. Sony dacht, die gaan we aanklagen. Anonymous dacht, dat gaan we helemaal niet doen. Weet je wat wij doen? Wij leggen vervolgens de hele PlayStation Store plat. En we kennen ze natuurlijk van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar ze allereerst belangrijke Russische websites hebben platgelegd, ook DDoS-aanvallen hebben gepleegd. Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat ze een Russische belangrijke televisiezender hebben gehackt en daar beelden hebben laten zien van het daadwerkelijke bombardement wat in Oekraïne plaatsvond. Voor mijn neus heb ik nu de Prestige 14 Evo en de Summit E16 Flip Evo staan. En allebei de laptops hebben Tobii Aware Tobii Experience aan boord. En dat is een totaalpakket aan functies wat ervoor zorgt dat je veiliger kunt werken, gezonder kunt werken en dat je meer prestatie uit je laptop kunt halen. Nou, als het nou bijvoorbeeld gaat om prestatie, heel simpel. Loop ik nou weg van mijn laptop, dan ziet hij dat ik er niet meer voor zit, gaat het scherm uit en zo bespaart hij dus op de batterij. Als het gaat om het stukje digitaal welzijn of gezondheid, hij ziet hoeveel schermtijd ik heb gehad, wanneer mijn laatste pauze is geweest en ook mijn afstand tot het scherm. Kom ik nou wat dichterbij, dan zie je inderdaad dat het aantal centimeters minder wordt en ga ik wat verder weg, dan wordt het wat meer. En zo kan je dus ook waarschuwen door te zeggen, hey, je zit wel heel dicht op je scherm, hou even een beetje afstand. Ja, en dan als laatste een stukje veiligheid. Kijk, ik zit hier nu in een café en er kan bijvoorbeeld gevraagd worden of ik iets wil drinken. Dan wil je niet dat iemand altijd met je meekijkt. Kijk ik dan bijvoorbeeld weg om inderdaad aan te geven wat ik wil hebben, dan zie je dat het scherm nu automatisch blurt. En zo kan iemand dus niet de inhoud van je scherm zien. En kijk ik dan weer terug, dan gaat het scherm weer aan en kun je gewoon weer meekijken. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand stiekem met jou meekijkt zonder dat je dat ziet. Misschien wel een hacker zijn. Dus stel je voor, Ingrid wil nu met mij meekijken wat er op mijn scherm precies gebeurt. Dan ga je dus aan de zijkant hier zien
dat hij eigenlijk een soort symbooltje geeft. Dus Ingrid nog eventjes, ja, inderdaad, die zit nu wat lager zitten. En zo kun je dus zien dat iemand met jou aan het meekijken is. Dat is niet het enige, je kunt zelfs instellen dat het scherm dan ook automatisch blurt. Nou, veiligheid ten top zou ik zeggen. En wil je nou helemaal niet dat die webcam werkt en dat die gewoon uitstaat? Daar hebben we de webcam switch voor en met deze knop zet je hem gemakkelijk uit en ook weer aan. En dan nu een hack die niet zomaar een persoon of een land of een bedrijf raakte. Dit was een hack die heel de wereld raakte, maar wel een speciaal type mensen. Namelijk vreemdgangers. Er is een website die heet Ashley Madison en die had toentertijd 37 miljoen gebruikers. En de hackgroep Team Impact vond die website niet zo'n goed idee. Hebben al die gebruikersgegevens weten te bemachtigen en gedreigd naar de website, haal hem offline of wij plaatsen al die gegevens online. En dan hebben we het over persoonsgegevens, creditcardgegevens, voorkeuren en fantasieën, noem maar op. Er werd geen gehoor aan gegeven en al deze gegevens werden ook daadwerkelijk online gezet met alle gevolgen van dien. Want we hebben het over niet zomaar mensen, nee, we hebben het over politici, we hebben het over celebrities, zelfs over royals. Een hele pijnlijke hack. Swipen we nu weer door. En deze laptops hebben ook allebei Windows Hello. Dus eigenlijk door middel van je gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner kun je de laptops ontgrendelen. Wat wel wat veiliger is dan bijvoorbeeld alleen een paswoord. Dat is niet het enige. Ze werken ook samen met Tile. Je kent ze nog wel, die hele kleine Bluetooth trackertjes. Eigenlijk zit deze als het ware in jouw laptop verstopt. En mocht die nou kwijt zijn of gestolen zijn, kun je hem via Tile Network dus weer makkelijk terugvinden. Ja, en dan een van de allergrootste crypto-hacks. We hebben het hier over $613 miljoen. En dan verwacht je waarschijnlijk dat zo'n hacker nu ergens een eiland heeft gekocht en de rest van zijn leven daar lekker zal renteneren. Nou, niks is minder waar, want deze Mr. Whitehead, zoals je zo'n hacker noemt, die geld gewoon terugstort, is dus van plan om alles terug te geven. Dat heeft hij laten weten door transacties waar hij boodschappen bij heeft gezet. Hij heeft aangegeven dat hij het aan de ene kant heel tof vond om te doen, maar dat hij ook wel wilde laten zien dat de beveiliging wel iets beter kon dan dat het nu was. Want $613 miljoen is een behoorlijke smak geld. Hij wordt zelfs deels beloond voor zijn werk doordat mensen geld naar hem overmaken. Zo zie je maar, goedheid wordt beloond, alleen niet met $613 miljoen. Ja, en dit waren ze. 4 hacks en 3 laptops die jouw digitale leven een stukje veiliger moeten maken. Dankjewel voor het kijken en zorg dat je geabonneerd bent. Modus, kan je zo laag houden, kan je zo omhoog doen en dan heb je hem ook. Hoef je niet die hele stang naar beneden omhoog te doen. Heb je tips? Hè? Heb je nog meer tips? Nee, dat kan met deze niet, dus dat is geen tip. Dat is gewoon niks boeiends eigenlijk. Je zit te draaien, hè, etter. Ik zit, ja, je bent een ettertje.